Na een zeer lange periode van geruchten over hun vermeende ruzie, zit het er op 10 april eindelijk op, dan geven Nick Simon hun allerlaatste concert als duo. Merkwaardig genoeg verschijnen de twee al een tijdje nergens meer samen voor de camera, ook bij de vrienden van Amstel Live lieten ze zich alleen afzonderlijk van elkaar interviewen. Nu blijkt dat Nick Simon ervoor gekozen hebben om nooit meer samen een interview te geven. Nou ja, omdat de shows staan. We hebben zes uitverkochte shows, zes uitverkochte klaps. De boodschap is duidelijk, we gaan stoppen, en meer valt er niet echt te zeggen, bevestigt Simon voor de camera van Shownieuws. Simon staat te glunderen als hij praat over het einde van Nick Simon. End of an era. Bijna twee decennia zijn we aan de slag geweest, bijna 17 jaar en over drie weken is het klaar. Dan een tijd van onbekende vrijheid, dus daar heb ik heel veel zin in. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb geen plan, ik ben vooral nieuwsgierig wat het gevoel gaat zijn. Het valt showkenner Bart Ettekoven op dat Simon helemaal oploeit als hij over het einde van zijn samenwerking met Nick Schilder praat. Hij staat helemaal te glunderen als hij het erover heeft. Bart vindt het wel jammer dat ze nooit meer samen een interview geven. Dat vind ik toch wel jammer. Je had toch na afloop wel even als ze van dat podium afkomen voor de allerlaatste keer willen vragen van go emotioneel moment, vertel hoe het gegaan is en heel veel succes en ze even uit willen zwaaien. Het zal wel iets met het veel besproken Jinek interview uit augustus te maken hebben al dus Bart. Kennelijk is die laatste ervaring bij Eva Jinek zo slecht bevallen. Daar hebben ze natuurlijk zoveel gezeik over gehad en met lichaamstaaldeskundigen die er naar hebben gekeken en zaten te bestuderen of ze nou wel of geen ruzie hebben. Hij besluit: Ik vind het wel jammer. We waren er ook altijd toen ze een nieuw singeltje te promoten hadden, maar goed. Het is hun goed recht om nu te zeggen: We gaan die concerten doen, ze zijn toch uitverkocht, dus de pers hebben we wat dat betreft niet meer nodig.